Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vandaag is mama jarig. Yippie! Niels is ook vandaag thuis, maar die is op dit moment met Jordi heel eventjes bloed prikken. Omdat Jordi zijn waardes van zijn schildklier de vorige keer iets afwijkend waren. En ik dat toch nog een keer extra gecontroleerd wil hebben. Vandaar dat hij dat heel eventjes is gaan doen. En ik ben nu thuis met Liam. En ik ga zo dadelijk mezelf heel even gauw douchen. En dan ga ik Liam heel eventjes gauw in bad doen. En misschien dat als Jordi op tijd terug is, dat hij ook nog even gauw in bad gaat. En daarna gaan wij naar mijn schoonmoeder. Want ja, in verband met corona en al dat hele gebeuren hebben we gezegd, we komen naar jou toe. Maar mijn schoonbroer is ook jarig vandaag. En dan gaan we gezellig eventjes de verjaardag vieren bij mijn schoonmoeder. En ja, dat is eigenlijk de planning. Voor de rest hebben we helemaal niks gepland. Want ik heb gezegd, we vieren niks. Ook niet in verband met corona. Maar voornamelijk omdat ik er gewoon geen zin in heb. En ja, gewoon lekker met gezinnetje, hè? Met papa en met Jordi. En met je broertje en mama's buikje. Ja, daar had mama zin in, hè? Lekker met z'n vijfjes zijn. Of zesjes, je hoort er ook bij. Ja, en nou gaan we heel eventjes jou in de box zetten. En dan gaan we heel eventjes gauw kijken hoe we het gaan aanpakken. We zijn bij schoonmoeders. In de lift. Yay. Open the gate. Inmiddels zijn we weer thuis. Liam en Jordi die hebben al geslapen. Jordi slaapt nog. En Liam krijgt nou een flesje van papa. Die ziet al dat papa flesje aan het maken is. Dus die zit al, ik krijg iets. En ik heb straks mijn cadeautje gehaald. Wat ik van de kindje heb gekregen. En van papa. Niet vergeten natuurlijk, ook van papa. En bij de moeder van Niels zit in de buurt de Rituals. En ik kreeg dus Rituals producten. Omdat dat gewoon heel erg goed werkt voor mijn huid. Dus ik heb. En ze waren ook op. Dus ja. Ik heb body scrub. Heb ik gekregen. Van de kindjes. En ik heb een navulling voor mijn crème gekregen. Die is echt. Ik vind. Dit is ook echt mijn geur. Ritual of Sakura, weet ik het. En omdat ik dus jarig was, kreeg ik dus ook de doucheolie erbij. En deze kreeg ik er ook nog bij. En deze gaat lekker in mijn tas voor als ik bevallen ben. Dus die ga ik daarvoor bewaren. In mijn vluchtkoffer, ja. Zodat je, als ik bevallen ben, dan wil ik gewoon daarna even lekker even grobben. Want dat is niet heel erg lekker. En er zat ook een zeeman. En aangezien ik wat slabbertjes tekort kwam bij, bij Liam, had ik nog een slabbertje met I Love Mom. En ik heb twee Nijntjeslabbetjes. Zo schattig. Nijntjeslabbetjes, papa. Liam is wel wat nijntje. Ja. En ik had gewoon de simpele witte heb ik gehaald. En omdat wij dus weer een jongetje krijgen. En ik weer een naamslinger dan ga bestellen natuurlijk. Zag ik deze. En ik vond hem zo leuk. It's a boy. En die is ook van Nijntje. Ik vond hem wel heel leuk. En you vindt het interessant. Ja, dat kraakt, hè. En wat ik ook nog had gezien bij de zeeman, was een hele leuke trui voor Liam.
Met een dinosaurus. Ja, met de dinosaurus. Peppa Pig, hè? Heel leuk. En ik had voor Jordi ook nog iets gezien. Voor Jordi had ik ook nog iets gezien. Voor Jordi heb ik een trui gezien. Een donkerblauwe. En omdat het nu dus ook kouder wordt en ik niet echt een muts of iets voor de kou heb voor de jongens. Voor Jordi heb ik die wel. Volgens mij is die er alweer bijna uitgegroeid. En aangezien ik toch 3 jongens heb dadelijk, heb ik toch ja, dat nodig. Dus ik heb 2 grijze mutsen gekocht. Kunnen Jordi en Liam twinning spelen deze winter. En ja, hoe noem je zo'n sjaal? Ik zal even kijken. Staat er niet op. Een kol. Ja, een kol. Ja, dat weet Niels. Dat heb ik te straks gezegd. Oh, heb ik dat te straks gezegd? Oh. Hij onthoudt toch nog wel ooit iets wat ik zeg. Heb ik ook 2 kolletjes gehaald. Voor de kindjes. Dat is toch wel lekker zacht hoor. Hoe is het? Lachenbekkie. Ons kleine lachenbekkie. Dus ja, die heb ik even gehaald. Want dat zat in de buurt bij elkaar. En ik moest dat toch nog hebben. Dus daar hebben ze ook gelijk iets goeds. En nou krijgt deze kleine... Want dat doet hij heel de dag. Krijgt een fles, want dat ziet hij ook. Hè? Hij ziet ook dat hij die fles moet hebben. Geef je papa. Papa, geef nu. Geven. Hij wordt ook boos. Kijk, dat doet hij dan weer wel. Hij weet waar het voor is. Maar vasthouden, oma. Mandy heeft voor de verjaardag een uurtje spelen met de kinderen cadeau gekregen. Deze er ook in zetten. Ja, is dat goed? Doe de deurtje open. En die gaat hij nu 100 keer doen, hè, papa. Kiekeboe, ik zie je. Liam, niet mee bemoeien. Nee, doe maar even niet. Was je tut. Laten we verstoppertjes spelen. Oh, dat gaat daar ruzie worden, hè. Of ze gaan hem dicht doen en open. Nou gaat Jordi die koude duwtje geven. Wat is zo? Ja, jij was wel mee aan het spelen, maar je kan samen spelen. Kijk. Alsjeblieft. Samen spelen.
dat Jordi daar boos omdat Liam aan het deurtje zit. Nou, we willen weer lekker met Nijntje spelen. Nijntje. Een hele goede morgen. Ja. Gisteravond is mama in slaap gevallen toen de kindjes klaar waren om naar bed te gaan. En heeft papa dat dus allemaal gedaan. Jordi is nu een beetje aan het etteren. En Liam ligt in de boksen spelen. En daarna was Jordi nog steeds wakker. Ja. En toen heb je nog even beneden gespeeld, hè? Ja, toen heb je nog even beneden mogen spelen. Want hij had ook een beetje buikpijn. Dus hij krijgt straks ook extra makkelgoolpoedertje. Ja. En toen heb ik eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Ik wou eigenlijk nog opruimen en zo. Maar ik zeg tegen ons, ik kan niet meer. En we zijn op een gegeven moment de bed ingestapt. En we zijn in slaap gevallen. En toen sliepen we gewoon, hè? Ja, toen sliepen we gewoon. Ja. En jij ook, hè? Je hebt ook geslapen als een roosje. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Je hebt echt veel te vertellen, Jordi. Dat ben ik niet gewend van jou. Ik ben altijd gewend dat jij niet zoveel te vertellen hebt 's morgens. Ja. Een lekker ding. Mwah. Ja, wat doe je allemaal nog meer vertellen dan? Oh, oké. Okay. Wat heb je nou net hier gedaan? Je schoen. Je hebt net je schoenen gezet hier, toch? Ja. Ja. En dan kom je morgen kijken of Sinterklaas iets gebracht heeft. Oh nee, je hebt een schoen gezet. Nee, die heb je hier gezet. Hi, mijn vriend. Hier zo. Hier heb je je schoen gezet. Ja. Nee, nice. Ja, hier. Hi, ja, je laars. Een kleine shampoo. Hey. Zacht is. Is die toch zacht? Is die zacht? Ja, deze. Ja. En dan kom je morgen kijken. Ja. Oké. Okay. Tot er cadeautjes komen. Ja, ik hoop het voor je. Ja, 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 ja. Ik hoop het voor je. Ja. Ons Lianneke ligt al lekker op bed. Milo en Bianca zijn inmiddels weer naar huis. Morgen komen ze terug om te kijken wat Sinterklaas in het schoentje van Milo heeft gestopt. En Joef is een beetje aan het denken dat er iets voor haar ligt daar of zo, weet ik het. En Jordi hebben we net zijn broek verschoond, zijn fles gegeven en alles. Maar hij had moeite met poepen, dus ik had hem extra makkelgoolpoeder gegeven. En daar kwam er net dus allemaal uit. Dus die hebben we net schreeuwend hier gehad. En hebben we net helemaal verzorgd en gedaan. En Niels die ligt nu eventjes met hem op bed. Zodat hij weer wat rustiger is. En lekker kan gaan slapen. Ik ga nu heel eventjes eten maken. Want dat had ik dus nog niet gedaan. En ja, dan hebben we eigenlijk gewoon lekker 's avonds laat gegeten. Dus dat gaan we even doen. Wat wij trouwens eten is broodje hamburger. Niels broodje hamburger. Ik... broodje, kipkrokant, schnitzel. Een hele goede morgen. Gisteravond zijn wij op een gegeven moment gaan slapen. En ik ben verder vergeten te vloggen. Niks bijzonders gebeurd. Ik heb gewoon eten gemaakt. En we waren moe. En we zijn naar bed gegaan. Dat was het. En
Niels die is vanochtend al vroeg weggegaan, want die gaat aan de trap verder. Gisteren heeft hij eigenlijk bijna niet aan de trap kunnen werken, want hij heeft servicedienst gedraaid. En nou is hij weer aan de trap verder werken. En Jordi krijgt nu zijn flesje. En Liam krijgt zo zijn flesje. Hé jongen. Lekker eten, hè. Ik heb echt al heel veel gedaan vandaag en ik ben gewoon vergeten te filmen. Ik ben in de keuken bezig en ik heb de kindjes verzorgd. En Jordi krijgt nu zijn flesje voor zijn middagdutje. Ik heb samen met Liam Jordi broodje gegeven, want Liam wou geen brood. Dus die kreeg een fles. En nu ben ik met Jordi. En dan gaat hij daar ook naar bed. Die is ook moe. Hé jongen. Het is vandaag alleen maar flesjesdag. Hè? Nee, ze hebben wel gewoon fruit gehad. En Jordi heeft ook brood gehad. Dus. Ja. En ondertussen ben ik met van alles aan het doen. Was aangezet, was gedaan. Terwijl heel veel opvouwen, dat wel. Maar ja. In ieder geval, ik ga heel eventjes verder. Het eten voor vanavond ben ik ook al mee bezig geweest. Dan moet ik dadelijk ook nog even afmaken. En dan heb ik dat al klaarstaan. Dus als ik dan de keuken opruim, dan is de keuken ook gewoon netjes. En dan hoef ik straks niet heel veel meer te doen. Ja. Zoals jullie weten was ik dus vrijdag jarig. En ik had van mijn ouders heb ik een chocoladekaart gekregen. En daar staat op, Mandy van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je een fijne dag toe, papa en mama. En nu gaan we de chocola proeven. Het ziet er zo uit. Dit is iets van een suikerding of zo, waar ze dan iets op printen. Ja. Melkchocolade. Met, dit is suikerachtig spul. Lekker om even te snoepen. Mmm, lekker. Dat is een suikerspulletje, toch? Mm. Melkchocola met een... gewoon een fotoprint. Ja. Wel lekker. Mm-hmm. Volgens mij vindt de kleine het ook lekker. Want die beweegt. Milo, heb je schoentje weer opgehaald? Ja. Wat heb je gehad? Oh, een mooie kalender. Een adventkalender. Pepernoten. Jouw wand heeft mama al in de jas gedaan. Ja, wanten. En pepernoten. En de staf van Sinterklaas. En een kus van Joef. Ja. Yay. Nee, voor mij. Oh. Voor mij staf. Okay. Oh. Mama. Maar ben je er wel blij mee? Ja. Oké. Okay. Handen weg, want anders blijft je denken dat het spelletje is. Nou, ben ik weer heel blij. Kan ik dit doorsturen naar Sinterklaas? Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Niels, even een update. Hoe ver ben je met de trap? Ik heb hem vandaag helemaal aan elkaar gezet. En van de week wordt hij geschuurd en gespoten. Dus dan is hij deze week klaar. Oké. Okay. Daar ben ik blij om. Mm-hmm. En dan moet ik op het zolder, ga ik hem weer uit elkaar halen. In elkaar zetten? Nee, uit elkaar halen als hij klaar is. Maar je neemt hem niet heel hierheen, toch? Nee, in delen. Okay. En dan moet ik hem op het zolder in elkaar zetten. En dan in het gat laten vallen. Spannend. Valt wel mee. Voor mij is spannend. Ja. Maar ja, dus dat gaat ook nog komen, dat we dat moeten gaan doen. En straks was Milo hier, was hij helemaal blij met zijn cadeautjes. Ja, Sinterklaas was bij ons geweest. Ja, vond hij hartstikke leuk. Hij had ook een staf van Sinterklaas gekregen. Die had Sinterklaas ook er neergezet. Mm-hmm. Ik zeg, ja, dan mag je ook binnenkort Sinterklaas spelen. Ja, zegt hij.
Dus hij vond het helemaal geweldig. Daar ben ik blij mee. Zijn moeder houdt hem braaf tot te zeggen van... Ja, ik ga Sinterklaas bellen. Ja. Dit was ons weekendje weer. Ja. Morgen weer maandag. Bedankt voor het kijken. Ja, ik ga deze optie dan afsluiten, ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende.